Oké. We gaan nu een serie oefeningen doen met springen. Bij springen is het belangrijk dat je, net zoals bij het lopen, probeert veel op de voorvoet te doen met kort grondcontact. Maar we gaan ook een aantal oefeningen doen die niet voor de onderbenen, maar vooral voor de bovenbenen belangrijk zijn. Springen doe je namelijk zowel met je onderbenen als met je bovenbenen. Dit waren de oefeningen voor springen. Let er dus op dat je sprongoefeningen doet. Ook altijd sprongoefeningen voor de kuiten, maar ook wat dieper zitten. Hoe dieper je zit, hoe meer de oefening is voor de bovenbenen. Zijn allebei enorm belangrijk om uiteindelijk een betere en een completere basketbal te doen.